Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering start nationale dialoog met diverse organisaties. De regering heeft op zaterdag 25 en zondag 26 februari 2023 met verschillende organisaties gesprekken gevoerd naar aanleiding van de meest recente gebeurtenissen en mede in voorbereiding op een nationale dialoog. Op het kabinet zijn de volgende organisaties door president Chandrika Persat Santokhi ontvangen: Ravak Suur, VALS, BVL-ALS, de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, de Interreligieuze Raad in Suriname, de Surinaamse Orde van Advocaten, het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, de Surinaamse Vereniging van Journalisten en verschillende buurtorganisaties. Wij brengen u de volgende reportage. Nou, ten aanzien van de situatie in het land heeft de president gemeend om onderweg naar een nationaal dialoog alvast de groepen te identificeren met wie er sowieso gesproken zou moeten worden. Nou, sinds de aantreden van deze regering is men begonnen met wijken in ontwikkeling en verschillende buurtorganisaties die in de buurt actief zijn. Kijk, je moet begrijpen, we hebben gekozen voor een top-down, bottoms-up benadering. Dus niet alleen vanuit het beleid naar beneden, maar ook vanuit de wijken die de problemen kennen. En de trekkers die daar ook een bijdrage kunnen leveren, naar boven toe. Dus bottoms-up. En daarmee zijn we al, ik kan zeggen, ruim 2 jaar bezig. Maar in die 2 jaar moeten we rekening houden dat we niet echt veel hadden kunnen doen wegens de COVID-19 situatie. Daar was het meer van, hoe breng je die COVID-19 hulp? Hoe zorg je ervoor dat er de mensen toch een kaart hebben om vrij te kunnen bewegen. Dus waren meer andere dingen. Maar nu, ik kan zeggen, dit jaar zijn we echt eerst begonnen met, we kunnen vrij bewegen. We kunnen alles nu doen. Maar dan moeten we die plannen die de mensen hebben en de acute nood die de mensen hadden aangeven van wat er in hun resort, in hun omgeving of in hun buurt speelt, dat aangepakt kan worden om het leven toch te verlichten voor de mensen. Met het aankondigen van Nationaal Dialoog door de president is er hier vandaag alvast een pre-meeting gehouden om te kijken welke groepen geïdentificeerd zullen moeten worden die zeker bij het nationaal dialoog betrokken zouden moeten zijn. Zodat ze allemaal de ruimte hebben om een goede presentatie voor te bereiden van wat er allemaal gedaan moet worden, wat de problemen zijn, wat de low-hanging fruit zijn, dus de dingen die direct gedaan kunnen worden en wat de oplossingen zijn. En wij hebben voornamelijk gezegd dat er een klimaat van vertrouwen weer moet komen in elkaar. En ja, vertrouwen komt niet zomaar. Dat bewijst zich in het omgaan met elkaar. En daarvoor willen wij ons dus inzetten dat het vertrouwen er is. En dan moet ik niet op de eerste plaats vertrouwen in de regering, maar dat we met z'n allen eruit zullen komen. Dat we dus niet ten onder zullen gaan, omdat die overtuiging hebben wij, omdat we veel moeilijkere tijden hebben gehad tijdens de Guyabating, de Tweede Wereldoorlog. We hebben de Binnenlandse Oorlog gehad, we hebben tijden gehad dat er helemaal geen deviezen waren. We zijn al die tijden te boven gekomen. Ook deze zullen wij te boven komen. Dat vertrouwen moeten we hebben en niet in paniek raken. En nu heb ik toch wel een betere hoop, laten we zeggen, dat veel van de zaken die zullen komen uit deze nationale dialoogronde, dat die regering veel van de zaken zal overnemen. Trouwens, de regering heeft geen andere uitweg. Laat me dat voorop stellen. We zitten nu helemaal klem. Ik denk dat de regering veel meer naar buiten moet komen om iedereen op een goede manier uit te leggen
met wat voor financiële toestanden we zitten. Snap je dat het niet een toverstok is om deze problemen op te lossen. Dus kijk, de mensen moeten weten van wat er ook gaat gebeuren. Ook na een dialoogronde zal er niet direct een oplossing zijn. Maar dat er stappen worden gezet om één het vertrouwen waarover de bisschop daarnet heeft gehad. Want het vertrouwen in de regering en met name ook in de president heeft een enorme deuk gekregen. Het vertrouwen moet herwonnen worden. En langzamerhand moet de regering toch wel laten zien van voorstellen die komen vanuit het volk, vanuit de verschillende stakeholders, dat die serieus ter harte worden genomen. En dat wij na, laten we zeggen, een paar maanden, binnen een half jaar, moeten we de eerste resultaten kunnen zien. We hebben gezegd dat we als beroepsgroep, als advocaten, hebben een invalshoek en de toegang tot recht van alle burgers en de beleving van de rechtsstaat. Dus in dat kader hebben wij geprobeerd onze aan te geven wat er nodig is, wat wij missen. En voorstellen proberen te formuleren die gelijk kunnen worden aangepakt. En bijvoorbeeld, we hebben het gehad over rechtszorg, over kosteloze rechtsbijstand. Dat is belangrijk. Er is nu een project dat loopt en dat gaat over decentralisatie van rechtszorg. Daarin moeten de advocaten ook een rol vervullen. Maar we ook bijvoorbeeld als adviezen geven dat er wordt nagegaan op de ministeries welke wetten daar zijn. Waarbij je kan zeggen van hé, hier kunnen direct met een kleine verandering kunnen er meer inkomsten voor de staat komen. En is het niet per se een verhoging, maar je kan gewoon creatief kijken naar wat hebben we nog niet en wat kunnen we toevoegen dat geld kan genereren. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld, we hebben dus aangegeven dat bij Binnenlandse Zaken ga je wetten halen. Het is dan wel een verhoging en die wet kost dan 7 SRD. Dat is natuurlijk een bedrag dat al lang achterhaald is. Maar concreet hebben we dus ook aangegeven dat de merkenwet nu bijvoorbeeld alleen maar de gelegenheid biedt dat je een merk registreert voor een goed, voor een product, maar niet voor een dienst. Suriname heeft zoveel dienstverleners die allemaal hun merk eigenlijk niet kunnen registreren op een juiste manier. En dat is gewoon een voorziening in de wet treffen. En dan heb je de burger geholpen en als staat heb je weer inkomsten. Dus dat soort typische dingen hebben we aangegeven. We hebben ook bijvoorbeeld gezegd van, als er een vonnis is tegen de staat, voer het gelijk uit. Laat het niet liggen zodat het er dwangsom oploopt en dat we dan weer miljoenen moeten betalen. Dat zijn allemaal dingen die geen geld kosten, maar juist besparingen opleveren. Dus dat soort van dingen hebben we aangegeven. En natuurlijk hebben we ook aandacht gevraagd voor de behandeling van de verdachten, cellenhuizen, hun toegang tot hun advocaat. De dingen die wij zeg maar in onze praktijk meemaken, waarvan wij zeggen dat is belangrijk dat daar een oplossing voor komt. Anders is de beleving van de rechtsstaat niet wat het moet zijn. Ja, dus de president heeft onze inzichten gevraagd in verband met de nationale dialoog die gehouden zal worden, of die gehouden wordt. Dus we hebben zaken belicht vanuit de universiteit, knelpunten die er zijn en ook in zijn algemeenheid. En ja, de belangrijkste knelpunten bij de universiteit zijn onder andere dat we dus vanwege de financiering, het financieringsmodel dat we hebben, dat we vooral gesubsidieerd worden door de overheid, hebben we toch een zekere brain drain ook. Dus dat docenten wegtrekken, of naar het bedrijfsleven, of naar het buitenland. En ook dat het moeilijk is om werknemers te vinden uit bepaalde sectoren, bijvoorbeeld financieel geschoolde mensen, boekhouders en dergelijke, en IT-geschoolde mensen. Dat het dus lastig is voor ons om dat soort mensen binnen te halen, goeie, of anders te behouden als ze al binnen zijn. In zijn algemeenheid hebben we dus gesproken over
dat we graag zien dat de communicatie eenduidig is vanuit de regering, dat het helder is. Verder ook dat we, als we maatregelen gaan uitvoeren, dat we dus niet bij stap 1 stoppen. Weet je, maar dat de volgende stappen ook worden gezet. Omdat je anders het doel dat je wil bereiken niet gaat bereiken. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Wij hebben ons sec uitgesproken over wat ons bezighoudt als een SVJ, als journalisten. En dat zijn persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting. En bij persvrijheid hebben we gesproken over hoe dat werkt en waar de plek van de journalistiek staat. En bij vrije meningsuiting hebben we gesproken, want vrije meningsuiting is iets van de samenleving. En daar hebben we gesproken over de tendensen die wij zien in de samenleving als het gaat om vrije meningsuiting bij burgers. En de plek die het heeft binnen de grondwet, maar ook hoe er opgetreden zou moeten worden vanuit de staatsrechtelijke instantie. Bijvoorbeeld, we hebben aangegeven bijvoorbeeld dat als iemand over de schreef gaat bij vrije meningsuiting, het is een grondrecht, en dat daar niet de politiek komt ingrijpen, maar zoals de grondwet het zegt, dat het Openbaar Ministerie daar iets van zegt, volgens de aangegeven regeling in de grondwet. Dus we hebben van de SV hebben meer gekeken naar die twee zaken, persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting. En de zaken die komen bij spelen en hebben onze mening gegeven. En waarschijnlijk ook daarin wat adviezen hoe dat zou moeten werken en hoe dat beter zou moeten gaan. En de president heeft terstond ook aangegeven van dat het goed is als met de SVJ op die specifieke gebieden verder uitwerking komt. Ook met de minister van Justitie en Politie. Kunt u misschien een voorbeeld geven van een van deze adviezen? Nou, we hebben geadviseerd, wat ik zei al, van naar aanleiding van bijvoorbeeld wat er vorige week vrijdag is gebeurd, 17 februari, hebben wij aangegeven dat het recht van betogen een grondrecht is. En dat het aspect van veiligheid heel belangrijk is. En dat we begrepen dat het accent daar gelegd is. Maar we hebben geadviseerd van laat ook vanuit de overheid aangegeven worden dat het aspect van betogen overeind staat. En de minister en de president hebben benadrukt dat ze dat inderdaad ook van tevoren hebben aangegeven. Maar dus rond persvrijheid en vrije meningsuiting hebben we goed gesproken met de regering. En ik heb begrepen dat dit het voortraject is. En in die echte dialoog gaan dit soort adviezen, die zijn gekomen van de verschillende maatschappelijke groepen, verder uitgewerkt worden in een programma. Dus dat is het wat wij hebben besproken bij het voortraject, moet ik zeggen. Die meeting is naar aanleiding van de ontwikkelingen van 17 februari. En hij wilde van gedachten wisselen, hoe wij tenminste erover denken en wat de regering in principe van plan is verder te doen. Dat was het. En hoe blikt u terug op deze meeting? Nou, ik hoop tenminste, we hebben de ruimte gehad om ons zeggen te doen wat er in principe bij ons achterban speelt. En ik hoop niet dat het alleen maar bij het gesprek is geweest. We hebben ook met nadruk aangegeven van dat we zijn komen praten. Maar we willen tenminste, voor eind maart moeten we iets pakkend hebben. Toch? Want elke keer is het praten, maar er komt nooit iets van terecht. Dus we hebben hem concreet wel aangegeven van, we hebben nogmaals weer onze problemen op tafel gelegd en we hopen en we kijken er naar uit dat er daadwerkelijk wel iets gebeurt met de dingen die wij hebben aangehaald. De problemen van Faust, van de leerkrachten, wat de leerkrachten meemaken. Ten eerste is het probleem benzine. Toch? Elke keer stijgen de prijzen. Je hebt niet maar leerkrachten die in de stad wonen. Je hebt leerkrachten in alle districten. Anderen komen van Kommerwijnen naar de stad om te werken. Dan moet je nagaan hoeveel zo'n leerkracht per dag moet uitgeven aan benzine. We hebben ook een voorstel gedaan. We hebben gezegd, iedereen werkt hard voor het land. Dus het kan toch niet alleen maar zo zijn dat de ministers met staatsgelden tanken. Zij werken voor het land, wij ook. En met name heb ik aangegeven
Dat noem ik geen privilege. Dus ik heb aan de ministers die aanwezig waren, heb ik gevraagd om daarover na te gaan denken. Als je alleen maar van huis naar het werk moet gaan, dat je dan in je zak gaat. Maar als je andere dingen moet doen, nou, dan kan je wel tenminste, dan krijg je een vervoerstoelage, zoals alle andere mensen krijgen. Dan is het gekleerd. Want dan lijkt het oneerlijk dat wij wel in ons zak moeten gaan. Wij werken ook voor het land, want als wij er niet zijn, kan niets meer gedaan worden. Dus dat hebben we ook specifiek gevraagd. Ja, het was kort en krachtig, want ik was voorbereid gekomen. Ik had alles op papier gezet met de kanttekeningen die wij hebben, maar ook de voorstellen die wij doen. Laat mij een beetje inhoudelijk op ingaan. We hebben bijvoorbeeld voor de brandstofcompensatie hebben wij gevraagd bijvoorbeeld voor een reisduurtoelage. Dat is niet iets onbekends. De leraren kenden dat al en wij hebben het voorstel gedaan dat het niet meer alleen moet gelden van leerkrachten die reizen van het ene naar het andere district. Maar laten we de leraren die minder daadkrachtig zijn ook in aanmerking doen komen, zodat het gaat op basis van kilometers. De mensen die heel ver moeten reizen om de school te bezoeken, die kunnen dus aan aanmerking komen. Dat is een concreet voorstel die we hebben gedaan. Maar ook woningbouw, u weet dat een heleboel leerkrachten alleenstaande leerkrachten zijn. Ze kunnen geen huishuur meer betalen, want dat is in valuta. Dus we hebben gevraagd dat ook onze doelgroep in aanmerking komt voor de percelen. Maar daarnaast ook dat er goedkoop kapitaal wordt gegeven aan de leerkrachten om zelf te kunnen bouwen wanneer ze een perceel hebben. Nu is er wel een sociaal programma gelanceerd door de regering, maar wij vinden de eisen nog veel te hoog. Dus misschien moet er een aanpassing komen van de eisen, zodat ook die doelgroep kan meedingen in dat sociaal programma. Waarvoor ik pleit is natuurlijk ook voor de gepensioneerde leerkrachten. Ik zeg, wij zijn het product van hun, ik ook. En ik denk dat ze beter verdienen. Dus ik heb concreet gevraagd dat de leerkrachten misschien en de gepensioneerden ook in aanmerking komen voor dat sociaal programma van 1800 SAD. U weet dat hoe ouder je wordt, hoe meer je nodig hebt om jezelf eigenlijk te verzorgen, om in je voeding te voorzien met allerlei hoogwaardige eiwitten, melkproducten. En dat kunnen ze nu niet aanschaffen. Dus dat is een concreet voorstel. Een ander concreet voorstel is de verruiming van de belastingvrije grens. Dat had ik al ook al in het DNA gezegd. Dat we misschien moeten gaan kijken dat er een verruiming komt. In plaats van misschien 7.500, dat we gaan richting 10.000 of 12.000. Zodat de arbeider, de groep, de ambtenaren dat werkelijk voelen in hun zak. Dat het een versterking is van de koopkracht. Dat ze wat meer kunnen kopen. Ja, in de eerste plaats die materie van die nationale dialoog. En in de tweede plaats hebben wij dus ook de gelegenheid gehad om aan te geven wat wij verwachten. Dat er moet uitkomen uit de besprekingen die we voeren met de clusterministers over de sociaal-economische vraagstukken die te maken hebben met die Eurocommands. Nou, het was informatief. In de zin dus, de president heeft uitgelegd waarom wij zo'n dialoog van belang vinden. En dat hij allerlei maatschappelijk georiënteerde groepen wil spreken. Dit is een voortraject. Hij is van plan dus een instituut nationale dialoog op te zetten. En daarvoor worden deze voorgesprekken de komende 2 weken gevoerd. En we hebben hem dus onder meer erop gewezen dat het onze opinie is dat er eigenlijk een vertrouwensbreuk is ontstaan. En dus dat het heel belangrijk is om het vertrouwen te herstellen. En dan verder te gaan om te kijken hoe de sociaal-economische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zijn er vervolgstappen? Nou kijk, wij zijn in overleg nu met de regering naar aanleiding van de maatregelen die genomen zullen worden in het kader voor het herstructureren van de overheidsfinanciën. En we hebben gevraagd naar dat flankerend beleid. En de regering is bezig om allerlei berekeningen te maken. En ook voor wat betreft de ambtenaren, daar is de gesprekspartner ONO, die zijn dus ook bezig. Dus ik denk dus dat wij de volgende week of de week daarop uiteraard zullen horen
wat die berekeningen opleveren, dat we weer aan tafel kunnen gaan zitten. Ook vandaag werd de nationale dialoog voortgezet, waarbij wederom diverse organisaties met het staatshoofd van gedachten hebben gewisseld. Het verslag van deze overlegmomenten brengen wij u in de eerstvolgende aflevering van Focus. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.